van harte welkom. De bestuursleden in 2016, en met dank voor hun inzet... In het dorpshuis in Lieshout werd donderdagmiddag de 62e jaarlijkse algemene ledenvergadering van KBO Lieshout gehouden. Voor de pauze was er een formele gedeelte van de jaarvergadering die deze keer onder leiding stond van vicevoorzitter Tineke van Hout. Het is toch wel een heel bedrijf als je ze zo opleest. Hè? Heel veel vrijwilligers, dus waar we heel dankbaar voor zijn dat we zoveel vrijwilligers hebben. Evenals voorgaande jaren waren er nu ook weer een aantal jubilarissen. Zij waren dit keer alle 25 jaar lid en werden hiervoor gehuldigd en in de bloemetjes gezet. Vandaar ook een orgel en een dubbele orgel, dus kan het nog in de kamer? Ja, was het nog ergens? Dan wel, denk ik, hè. Na de pauze was er zoals gebruikelijk een amusementsgedeelte. Dit jaar was er het vissersvrouwenkoor De Walnoten uit Nuenen die een prachtig optreden verzorgde. Ja.